Oh, ja, aanval. Terug achteruit, hè. Oh, ze kregen die niet opgezet. Nee. Zo nog maar 3 seconden op de shotklok. Jefferson raakt naar de ring. Jefferson met de score. Diezelfde pick-and-roll zien spelen dan met een van de trainers. En daar de slam van Khalil Ahmad. En gemakkelijk door. Jefferson. Goed geprobeerd. Bal komt er niet door. Jefferson zelf dan maar als een bulldozer. Tussendoor. Jefferson bijna met het balverlies. Maar drinkt Jefferson opnieuw. En Jefferson opnieuw met de score. Buijsen. De driepunter Simon Buijsen. Goed verdedigd van Mennis. Die linkerhand afstopt van Swing. Goede rotatie daar van Mennis. Doorgaan naar Swing. Swing de 3 punten uit de buzzer. Die valt binnen. Hier nog eens het shot. De buzzer biedt 47 punten al en nog 2 minuten te gaan. Ja, naar buiten. Vino. Vino die twijfelt. Maar de ring dan maar. Vino. En met de floater gooit hij binnen. Ik kan niet zeggen dat hij niks onderneemt, hè, Vino. Bolton is er voorbij. Rasir Bolton. 2 verdedigers op hem. Bolton toch met de 3 punten en gooit die binnen. Rasir Bolton uit de buzzer in deze eerste helft. Het is een 3e shot nog maar het valt wel binnen. Goed. Bolton afgestopt inside. En Ahmad gaat ermee lopen. Meegeven met Jefferson en Jefferson nieuwe layup. Perfecte fast break. Nee. Je kunt dat op veel manieren doen, hoor. Jefferson, opnieuw naar de ring. Jefferson, dit is beter gecontest. En de score, hij won! Damian Jefferson. Dan gaat het momentum nog meer naar Oostende. Ja. Goeie bal naar Bratanovic. Easy layup. Nu blijft hij wel staan, hè. Allemoed. Vino, goede drive van Vino. En Vino met de slam. Goed gedaan. Schoepen, maar Swing. Swing, goede draai, goed gespind naar de baseline. Van Jovanovic, ja. En Tas in de plaats van Buiskaart. En een Wema in de plaats van Van Buggenhout. Ja. 3 punter, Gillet. Pierre-Antoine Gillet. Dat is misschien, ja, dat is juist. Daar maar, scoren. Als het Chile was geweest, niet, hè, maar de jonge gast. Je maakt er deel van uit. Ik weet het. Ging waarschijnlijk nog wel correct onthaald worden ook.